We gaan vandaag iets ongelooflijk leuks doen, Rut. Ben je klaar voor? Ja. We gaan naar München. Yes! Nee. En we kijken hoe lang het rijden is. Nou, ik mag toch leiden dat we gaan vliegen, toch? Nee. Er is geen budget voor. We gaan echt niet rijden naar de tour. Er is er gewoon geen budget voor. Nee. Wacht even. Kijk, het is hartstikke, het is echt prima te doen. Kijk, we zijn nu hier in de regio Utrecht en we gaan gewoon lekker. Kijk, ik wilde dus, we gaan naar het Duitse Mac, maar ik wilde inderdaad wel een beetje in de buurt, maar het lukte gewoon niet. Dus je wil zeggen dat er niks? Er zit een hele speciale Mac in München. Oh, dat wel? Ja. Even kijken, doe eens route. Hoe doe je dit? Ja, nee. Oh. Nee, hou even op. Dat valt mee. Het nee, is dat groen. Gaan we echt niet het doen. Het is groen. 8,5 uur? Het is groen. Ja, je bent gek hoor. Het is gek. Groen. We gaan het niet doen. Maar het is groen. Nee, ik kan ook niet Duits. De autobahn, alleen die wegwerkzaamheden moeten we even skippen. Wat gaan we doen? Nee, we gaan. Ik vertel je me in de auto. Nee, kom maar nee. Hier. Hebben we er zin in? Ja. Oké, okay, op naar Duitsland. Yay. Ja, lieve lekkere mensen, Russel en ik gaan vandaag helemaal naar Duitsland om daar een ongelooflijk grote, zieke, hutserige McDonald's challenge uit te voeren. En duimpje omhoog word ik ongelooflijk geil van, dus doe dat even en abonneer ook voor meer adembenemende content. Gaan we nu door. Pierol. Hey. Hey, sorry, ik heb er ook even jou. Hey. Ja, jawel. Rut, ja. We zijn in Duitsland. Oh, we zijn in Duitsland. Ja. En het wordt waan en waan en waanzinnig. Want weet je wat wij gaan doen? Naar de McDonald's. Hoe wist je dat? Oh, dat heb je al verteld. Oh, dat had ik al verteld. Oké. Okay. Ja. Wij gaan naar McDonald's. Ja. We zijn nu precies op de Duitse grens. Oh. Ja, de buurt van Nijmegen of Weilen, gemeente Kranenburg. We staan voor het huis van familie Bos. We staan voor het huis van familie Bos. Die wonen gewoon op de grens van Nijmegen en Duitsland. Het kan niet helpen om dan te denken dat de familie Bos misschien zegt dat ze in Nederland wonen, terwijl ze eigenlijk in Duitsland wonen, maar dat Duitsland denkt dat ze Nederlandse... Ja, hou maar. Vertel, wat maakt deze video leuk, zeg maar? Nee. Dat is je ding. Rut. Dan gaan we echt gewoon weer verder. Hou je vast. Ik heb meerdere dingen erin voorkomen. Ik heb keiharde pesos voor jou, die jij gewoon echt ziek kan uitgeven, maar we gaan naar een hele bijzondere Mac. Waarom, Frank? Er zijn dus Macs in Duitsland en ik neem even een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld, je kan op het water Mac bestellen als je met een bootje gaat. Ja, het regent. Het regent echt heel hard. Maar ga door. Misschien in Duitsland niet. Oh, wacht. We staan op de grens van Duitsland. Ja, misschien als we hier even de bocht doen. Oké. Okay. Iets minder is. Nee, maar vertel. Op water en zo, dat is al heel leuk. Maar dat is niet het enige. Zij hebben ook hele bijzondere gerechten in Duitsland. Jawel, jawel, dat hebben ze dus. Ze hebben hele bijzondere gerechten ook in Duitsland. Het enige wat ze in Duitsland hebben, is dat je een cola glas krijgt bij een groot menu. Dat is echt het enige. Wij gaan in deze auto rijden ja. Zo lang tot we uiteindelijk een Duitse McDonald's tegenkomen. Oké, okay. Maar je wil nu zeggen dat elke Mac in Duitsland apart of gek is? Ja. Dat is niet waar, hè? Nee, jawel, want jawel. Je hebt het net over het water, maar waar is die dan? Ja, die is dus een... Je gaat nu rennen met je gezin, Frank. Ik zie het van mijn gezicht. Die is een Hamburg. Dat is te ver. Dat is te ver. Ja. Ja, jij van München vond je ook al te ver. Frank, 8 uur rijden. Dan nu niet meer. Nu 6,5. Ja. Nee, daar heb je een punt. Wij gaan even een klein ritje maken. Totdat wij een Mac tegenkomen. Ja. Wacht hier op verdere instructies. Ik doe de rest. Frank Slottenproductie strikes again. Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Let's go. Doe die bril maar af. Alles zie je zo weinig. Maak ook een beetje... Frank. Oh, kijk uit. Gek. Dat is wel gevaarlijk. Ik heb speciaal voor deze video, dat vergeten we bijna, heb ik een krasselt gekocht. Dat, ja. Dat is wel tof. Dat gaan we ook nog gebruiken. Gaan echt vandaag echt gewoon heel leuk hebben. Wij gaan het heel erg naar ons zin hebben. Zeker. Laat dat maar aan mij over, blijf hier, ik doe de rest wel. Ik kan ergens heen. Er zijn weinig dingen zijn zeker in deze video, maar dat ik hier op deze stoel blijf. Komende, nou wat zal het zijn, tot de Mac vinden, een half uur. Zit ik op deze stoel? Maar het mooie van dit ook is, jij mag bepalen, de navigatie staat uit. Jij mag bepalen of we naar links of naar rechts of zo gaan. Ja, het wordt echt steeds beter. Ja. Ja, ik merk dat een heel klein stemmetje in mijn hoofd nu zegt van Rut, je mag nu wel wat zagrijnig zeggen, maar ik blijf happy. En laten we naar rechts gaan. Oké, okay, ja. Let's go. Ah, ik heb er wel zin in. Jij? Ja, ik ook. Jongens, we hebben een knaller 8 voor ons. Hoofdprijzen tot 25.000 euro netto. Ik heb even zo nog eentje trouwens in de achterbak, maar ik heb er al een paar geopend. Oh, dat verbaast me nou helemaal niks, moet ik zeggen. Kras alle vakjes open, inclusief extra kansen. U heeft gewonnen wanneer er 3 gelijke bedragen staan onder de krassen. Oké, okay, stop, doe, ik heb er zin in. Leuk. En zo'n krasselt kost 2 euro. Ja, dat belooft vast veel goeds. De eerste is 10.000 euro. We gaan naar de vierde toe. Dat is 5.000. Nou, mooi. Die hadden we nog niet. Er zal hier waarschijnlijk 20.000 op staan. Ja. We kunnen al niet meer winnen. Nee.
En daaronder dan? Wat zit daaronder dan? Ja, dat ga ik niet doen. Hé, maar even. Je moet er toch drie hebben? Er staat toch wel ding? Ik tel hier toch echt drie keer 10.000 euro, man? Hou op. 1, 2, 3. Hou op! Ik zweer. Fuck off! Dit is een neppe. Dit is een neppe. Ja, houd toch op, man, gek! Dit is een neppe, hè? Nee! Je zweert op je moeder. Ik zweer het! Op je moeder. Ja! Jouw moeder! Ja! Ja, pik. Dat staat... Die extra kans, twee extra kansen, die hoort er ook gewoon bij. Wat staat er bij die speluitleg? Kras alle vakjes open, inclusief uw extra kans. U heeft wonnen wanneer er drie gelijke bedragen staan onder Krasla. Kijk op www.fopbloten.com. Fopbloten, kuk. Wat een bij jou, hè? Pik, je had me echt even tuk. Je had me echt even tuk. Sfeer op je moeder ook. Nee, ik zei dat ik zweer het. Helemaal niet, ik zei dat op je moeder. Jij hebt mijn moeder? Nee, helemaal niet. Ik heb altijd gezegd, ja, mijn moeder. Ja, ik zweer het. Ik zweer het. Op je moeder. Ja. Wat is dementie? Ik heb wel goed nieuws, sir. We zijn er over 7 uur en 20 minuten van maar 704 kilometer. Weet je wat het ding is, zeg maar? Dat heb je vaker met jou. Je weet echt niet waar je aan toe bent, ten eerste. Je zegt echt heel veel. Ja. Heel veel plannen en zo. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk, puntje bij paaltje, ja. Dan gaan we straks waarschijnlijk in McDonald's en Tiel gaan we gewoon een hamburger eten. That's it ook. Dan is het gewoon, schudden elkaar de handen en dan gaan we weg. Hey, ik heb die video met Milo gezien, hè? Dus je die afslag afrijdt en dan weer ingaat, hè? Persoonlijk mijn favoriete video van het jaar. Nee, maar die blik al. Maar ik heb ook het idee dat concept heeft goed gewerkt. Dat concept heeft heel goed En dat gewerkt. Wordt nu een soort van herhaald. Nee. Want ik vind dat jij vriend... Kijk, onze vriendschap heeft een bepaalde waarde voor mij. Zeker. En ik vind dat het belangrijk is dat we die waarde naar elkaar uitspreken. Door onze acties, nee, niet alleen door onze woorden. En door spullen ook, want ik ben echt wel, ik ben van de materie. Mij lijkt het niet meer op zijn plek dat ik jou gewoon mee uit eten neem vandaag. We gaan niet naar de McDonald's. We gaan wel naar de McDonald's, maar daar uit eten. Ja, leuk. Verdomme, man. Elke keer dan kan je me een beetje hypen. En dan na twee seconden weet ik alweer, het wordt echt een zooi vandaag. Yes, yes, yes. Het kan beginnen. Oh, wow, 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 wow. Kijk eens daar tussen de boompjes door. Zie je het? Ik denk dat je nu echt een heel mooi uitzicht ziet. Oh, ik zie wel heel veel andere soorten burgers en zo. Die zie je allemaal hebben in het assortiment, Rut. Zie je dat ook of niet, Rut? Ik weet gewoon 100% zeker dat er niks anders gaat zijn op dat menu dan in Nederland. Ik denk dat er... Ik weet het niet. Ja, bij twee weken. We gaan zo het spel gaan beginnen, hè? Twee weken lang heb jij mij wijs gemaakt. Nee, het menu in Duitsland is echt. Hebben ze het helemaal omgegooid? Ja, dat hebben ze helemaal omgegooid, want het is helemaal anders geworden. Nou ja, ik ben benieuwd. Heb je er zin in? Nee. Heb je honger? Ja, dat wel. So the games can begin, hè? Zeg nou even wat er gaat gebeuren. Wat gaan we doen? Laten we we gaan door de McDrive heen. Zit ik al goed? Ja, daar is die. Dan bestellen we iets. Ja. En dan als je het op hebt, dan heb je een punt. Is dat het concept? Is dat het concept? Maar hoe kom je bij je gerecht? Door middel van een rat. Die jou al in een andere video een keer hebt gebruikt. Dat heb ik jou verteld. Nee. Dat is oneerlijk, want je weet het al. Waar zijn we überhaupt? Zijn we daarvoor hier naartoe gereden? Ja, dit is een hele bijzondere Mac. Even kijken waar we zijn. Oh ja, en je moet in het Duits bestellen. Ja, dikke snikkel. Heb ik een rode neus op? Volgens mij niet. We zijn in Rijnberg. Rut, welkom in Duitsland. Dank. Hoe vet vind je dat je hier bent? Heel vet. Wij gaan vandaag hier de grote McDonald's challenge doen. Ter waarde van 10.000 euro die je net hebt verdiend. Nee, we hebben hier 100 euro. En dat is fantastisch, want daar heb je natuurlijk eerder heb je al geld mee uitgegeven. En bij één keer, bam, heb je alles gedaan. Weet je wat we nu gaan doen? Nee. Wij gaan nu omste beurten door de McDrive. En jij moet dan uiteindelijk door... Dat is heel vet. Door een rat moet jij uiteindelijk een typisch Duits McDonald's gerecht bestellen. Ben jij door twee rondes heen, dus moeten we om en om. Ben jij door twee rondes heen, dan mag jij best van mij ook wat drinken bestellen in die derde ronde. En dan weer twee keer doorheen en dan die zesde ronde mag je weer wat bestellen. Dus om de drie mag jij wat te drinken bestellen. Typisch Duits. Wat een k***. En je moet in het... Wat een k***. Zo is dit. En je moet in het Duits... Praat even normaal, man. Je bent toch... Mr. Beast, en je moet in het Duits bestellen. Laten we gewoon er doorheen gaan en wat eten bestellen, want deze tirolantijnen ga ik niet meedoen. Omste beurt door een McDrive iets typisch Duits bestellen. Je mag echt God op je blote knieën bedanken dat ik hier in deze passagiersstoel zit. Meen ik oprecht. En ik had me echt voorgenomen niet zo gereinigd te zijn, maar ja, het lijkt alsof dat je doel is van vandaag. Ik dacht, we gaan echt naar een speciale Mac. Ik kijk achter me, het is alsof ik in Veenendaal sta. Nee, we gaan alles van de Duitse McDonald's bestellen. Oké. Okay. 300 euro. Ja, hou dat maar, jij moet betalen. Kan je wel even zo doen? Ik kan je even... Met de camera. Nee.
niet. Je photoshopt het maar. Wacht even, we gaan het wel oefenen. Is goed, maar ik wil ik heb nu vereisen. Nee, jij gaat praten. Nee. Lieverd, ik ga echt niks zeggen, dat weet ik nu al. Ik heb één vereiste, dat je dingen bestelt die ze in Nederland niet hebben. Ja, dat is natuurlijk, hè? Ik ben al benieuwd of je meer dan één product hebt, zeg maar. Dat is meer wat ik me afvraag. Maar oefen even, guten Tag, ich bin Rutger. Ich bin Rudiger. Ich möchte gern ein deutsche Hamburger. Ik ga dit echt niet doen, ik meen het. Ik wil het gewoon niet. Also, ich möchte ein ijsje. Oké. Ich wolle. Heb je geoefend? Oké. Wat een kutkaart is dit ook, joh. Helemaal geen plaatjes, niks. Er zijn wel heel veel verschillende dingen. En mijn correct. Jong, echt ongelooflijk. Jongens, je bent. Nee! Echt ze hebben de McRib! Ze hebben de McRib! Nee. Dat is het enige! Dat is het enige! Dit is de wrong! Wat? Ze hebben nog meer! Ik kan echt tranen uitbarsten, weet je wat? Wat ga je nou doen? Daar is het! Nee, ik voel heel veel druk van die persoon achter me. Je gaat nu niet bestellen? Omdat je. Wat? Omdat je het videoconcept nog niet hebt uitgedacht. Jawel. We gaan het doen. Wat is jouw gerecht dat jij gaat bestellen? Een Big Mac menu. Ouds verkauft. Ja, dikke snikkel. Dit is ouds verkauft. Maar hoe kan ik dit ook verkopen thuis, zeg maar? Van ja, ik ben vanavond de hele avond weg. We gaan naar een plek toe die je ook in Nederland hebt. Wat ons ook een paar uur had geschild qua tijd. Ja, dat denkt mijn vrouw natuurlijk vreemd, gaf niet? Serieus. We gaan bij McDonald's. Guten Tag, ich bin Rudiger. Möchte ich gerne eine... McCrispy? McCrispy? Haben wir nicht mehr. Leider ausverkauft. Ausverkauft. Eine Big Mac Menü, eine große Bitte. Pommes Mayo Cola. Pommes Mayo Cola? Ja. Ja? Ja. Und eine Happy Meal. Mit Nuggets? Ja. Mit Nuggets. Süß-sauer? Süß-sauer. Süß-sauer. Sauce. Mayonnaise. Mayonnaise? Ja. Ja? Oké, okay. Ja, dat is het. Een chicken nuggets, 6. Een moment, wat is de drink op een Happy Meal? Oh, drinken. Happy Meal, drinken. Een kleine erbeien milkshake. Kleine erbeien milkshake. Hoog touch up, dit is Bio McCreasy. Ja. Een ontdekte nuggets met een gouda. Ja. En een café. Een klein moment, bitte. Man, is zo ongelooflijk dit, Frank, of niet? Ik wil echt mezelf van kant maken. Ik meen het. Nee, maar we zijn niet op 100 euro. Nee, we laat het hierbij. Echt niet. Dan hebben we... Een grote café bieten. Ja, heb ik. De McFlurry KitKat. Karamel, doe dat toe, dat toppen. Karamel. En een... Cappuccino. Klein met een groot? Groos. Rudiger wil een grote cappuccino bieten. Dat is het. Oké, dank je. Ongelooflijk. Dat is een witte KitKat, zag ik. Ja, zie je, ik zei toch dat ze allemaal speciale producten hier hadden. Je gelooft me niet. Die is voor mij. Je gelooft me niet. We gaan er twee keer doorheen. Ik vertel gewoon dat jij in je agenda hebt staan een challenge of zo. Alsof je een hele zieke challenge gaat doen. Vind ik mooi. Ja, maar als het dan prank is zo, dan weten die het niet. Waar is mijn land? Ja. Zeg maar. Nee, Kassenbond. Oh, Kassenbond, ja. Ik wist niet wat kassabon betekende. Het zal vast de kassabon zijn. Ik twijfel. Zo, we hebben de kassabon, is dat voor fijn? Ik mag echt hopen dat deze video nog een twist heeft. Dat dit niet het is. Dan ga ik echt niet voldaan slapen, zeg. Dat meen ik echt. Dank. Kan je dit even vastpakken anders? Deze is wel echt heel gemeen, deze. Die KitKat? Ja. Echt heel lekker. Hoe voel je je? Laten we eerst even gewoon lekker even een cafeetje erbij pakken. Gewoon puur voor het gevoel. Is dit een cappuccino? Die koffies zijn echt bizar groot. Je hebt ook klein en groot. Het is echt heel groot, vind ik. Ik wil even een hapje van die KitKat voor jou. Nou, eigenlijk is mijn KitKat. Vond je het jammer dat dan het Duitse gerecht, wat ze dan uiteindelijk typisch Duits maakte, dat dan ausverkauft was? Dat is letterlijk de enige burger die ze niet in Nederland hebben, naar mijn weten. En die was ausverkauft. Ja. Dus het gaat heel dat videoconcept een beetje door het raam. Dat was er niet. Jawel! Oeh, is een hele gemene. Ja, is echt heel gemeen. Maar er zijn wel andere frietjes. Dat is mijn friet. Proef je dat? Er zijn andere frietjes. Hebben ze ook... Godver! Hebben ze niet eens gewoon frietsaus hier in het... Echt. Met Duitse mayo. Ja, hoe ga ik dit ook eten? Hoe is het geen cup? Ja, ik word nou echt wel nijdig, jongen. Zuur-sour. Het enige wat ik echt het allerlekkerste vind van de Mac is gewoon die saus. Dus het enige wat daadwerkelijk anders is hier in Duitsland is dat ze gewoon het lekkerste van die hele kaart hebben veranderd. Dus toch is het anders. Ja, ik kan echt niet eens meer lachen, man. Hoe vertrek je dan ook soms vanuit huis en denk je ook van ja, dit ga ik hem echt aandoen. Haat je mij? Is lekker? Ja. Neem even mee hoe je week gaat. Het is dinsdag, dus het ging goed. Ja. Maar we hebben nog op de planning dan. Ik moet echt
schakelen om zeg maar echt van een zware depressie nu een luchtig gesprek te houden. Snap je dat? Geef maar even. Ben, geef me heel even. Wat was nou je wedstrijdidee eigenlijk? Mijn hele wedstrijdidee was samen elke keer door de Mac een gerecht bestellen. En dan mag de ander dat gerecht niet meer bestellen. Wie de eerste KO is. Maar alles is hier uitverkocht. We hebben nu dusdanig veel besteld dat we dat allemaal niet meer kunnen doen. Dus nu gaan we eens terug naar huis. Laten we dat maar doen. Rut, we hebben een videoconcept waar we ons vast aan moeten houden. Heb je überhaupt wel ooit een draaiboek gehad? Ja? Nee. Dat werkte niet voor mij. Ik vind het een beetje warm hier. Deze van jou. Ja, wat een ellendige dag zeg. Wat vind jij van het weer in... In Duitsland, ja. Het is gewoon als thuiskomen. Ik denk oprecht. De mensen in dit dorp, deze stad, ik weet niet waar we zijn. Dat die hier wonen, dat die hier zelf niet slaaf zijn. Maar wij zijn nu vrijwillig. Hier zit toch gewoon een hele bijzondere Mac. En ik wil dus die Duitse gerechten even kijken of dat nou echt zoveel anders is dan een Nederlandse gerechten. Maar sfeer dat met die boot echt was? Mm-hmm. Of je moeder? Zal ik het je laten zien? Ja. Kijk eens. Met de boot in Hamburg. Leuk. Laten we alsjeblieft de focus bewaren. We hebben nog steeds een ijzersterk concept hier in de kinderschoenen. We hebben dit allemaal besteld. Ik maak een lijst, dat mogen we niet meer bestellen. En we gaan zo nog een keer. Ben je er klaar voor? Ja. Rut, wat ga je doen deze week? Maar Rut, ja. We gaan vanavond toch wel Champions League kijken. Mm. Wij zijn er gewoon een dagje op uit samen. Ja. Als jij voor jezelf besluit van, hey, een Duitse Mac vind ik helemaal niks. Mm-hmm. Ik wil niet alle menus afgaan totdat een van ons ervoor heeft gegeten. Nee, dat vind ik ook heel triest. Ja, maar dat doen we toch gewoon niet. En dan? Maar ik weet het gewoon echt niet meer, Frank. Ik wil echt nu naar huis. Rut, wat gaan we bij jou thuis doen? We gaan echt niet naar mij. Ja, heb je daar bepaalde ideeën of wat wil je dan? Ik denk dat we bij jou thuis de antwoorden gaan vinden. Frank, stuur in jouw management app nu. Vol hebben jullie nog leuke ideeën om te doen nu in Duitsland. Laten we dat doen, maar laten we echt niet meer jouw hoofd gebruiken hiervoor. Kijk waar we zijn. Wil je dit nog opeten? Mm-hmm. Nee. Een Duitse Happy Meal. Wat krijg je? Adopt Me. Oh, dat vind ik dan wel leuk. Geef het eens een kusje. Nee. Ja, ik vind je nu wel echt een beetje opstandig. Klopt, ben ik ook. En ik sta op mijn recht. Maar wil je nou best naartoe dan heen? Waar wil jij naartoe? Ja, gewoon even iets leuks. Even. Koop iets voor me. Ga naar een evenement. Ga naar een voetbalwedstrijd. Het is 4:15. Kunnen we gewoon een 9 uur wedstrijd. Ga op onderzoek uit. Pak je telefoon. Kijk, wat is er leuk hier? Niet naar de fucking. Ja. Snap je? Ja. Ik ga voor het soepje. Ja. Doe dat maar even. Ik kom zo bij je terug. En dan zeg ik even wat we naast deze Mac Challenge nog meer gaan doen. Ja? Ik kom zo even bij je terug. Ik heb een idee. Ik wilde graag wat kaarten. Guess what? Uitverkocht. Dus ik heb het anders geregeld. Wat nou als ik tegen jou zeg dat wij samen een paar wedstrijden gaan kijken? Lijkt je dat leuk? Mm-hmm. En wat nou als ik tegen jou zeg dat dat dichterbij is dan je denkt? Zou dat iets zijn wat je leuk zou vinden? Zeker. Vertellen, wat ben je van plan? We gaan voetbal kijken. In de auto. In de auto. Ja, we gaan dan wat leuks doen en ik heb nog een verrassing. Je hebt nooit een verrassing. Laten we afspreken, we maken nu een switch, ja? Waarom? Ja, gewoon dat we nu gewoon even... Zullen we dat doen? Ja. Hoe was je week? Ja, ik was echt supergoed. Ja, mij leek het gewoon leuk om gewoon even alles van die Mac gewoon even te bestellen. We tackelen het gewoon, we bestellen alle Duitse gerechten en als we dat gedaan hebben... Er is niet Duits aan het menu! Wacht, ik ga het je laten zien ook. Weet je, wie niet horen wil, moet doen. Ik zie zeker nog 4 gerechten, 5 gerechten. Ja, dan bestel je dat en dan gaan we naar huis. Nee, we moeten eerst even de koffie opdrinken. Nee, je gaat nu echt... We moeten even die koffie opdrinken, Rut. Kom op. Cheers. Nou, dat schuimt hier ook lekker uit. Het lijkt echt net alsof ze hebben staan afwassen in de gootsteen. En dat ze een beetje sop daarvan hebben gepakt en op een zwarte koffie hebben gepleurd. Lijkt ook een beetje op smegma. Ja. Heb je er vaker last van dat het bij je zit of niet? Kijk, en dat geef ik je wel toe. Wat? In Duitsland dan heb je dus wel echt wel een ander menu qua koffie. Want hier is koffie zeg maar niet te zuipen. Dat is dan wel leuk. Ik heb het gevoel dat je ook helemaal niks positiefs te melden hebt over de Duitse McDonald's. Nee, ik bouw niet over Duitsland. Hij heeft wel een paar mooie voetballers voortgebracht. Oliver Kahn, Mats Hummels. Niks meer. Schweinsteiger. Ik doe niks meer. De enige Duitser met wie ik wil hebben, wel een Reuter. Ik vind het ook jouw verantwoordelijkheid. Want... Nee, jawel. Nee, eigenlijk, ik zit hier uiteindelijk. Het zou mijn verantwoordelijk zijn als jij een keer wat... Ja, gaat je me nou helemaal geïrriteerd, heb je echt niks meer aan me, hè? Henkie Krekel. Alles van het Duitse McDonald's bestellen wij. Dat is de titel van de video. Wij bestellen alles van het Duitse McDonald's. En dan sta jij vrolijk op de thumbnail. Gaat het ook niet meer lukken? Tenzij het oud verkocht is. Dat wist ik toch ook niet? Dat doe je te zachtjes. Ja, we kunnen inderdaad naar een andere McDonald's om te kijken of daar dan eventueel nog een andere is. En dan kunnen we daar de overige oudverkoopte spullen kopen. Vertel eens hoe je week was. Zou de motor niet even uitzetten dan, denk je? Ja, inderdaad.
Wat een stilte. Rut, wij gaan zo de overige Duitse spullen bestellen. En ik hoop dat je erachter staat nu. Daarachter. Is er nog iets anders wat jij... Wil? Ja? Nice. Nee, maar even buiten dat. Naar de studio. Ja, we gaan zo naar de studio. En goed nieuws, we gaan dan samen voetbal kijken. Hey, ik wil echt met iedereen voetbal kijken, behalve jij. Hoezo niet? Omdat ik gewoon die kop van die verrassende kop ben ik gewoon helemaal zat. Oh, wacht even, ik doe dit op. Ja, daar ben ik echt klaar mee. Ik krijg echt lekker een krijgen. Gaat hij nou heen? Hij heeft ook even een story online gegooid met... Duitsland! Dus ik heb even gereageerd met... We're just having the best time. Moet ik me halen of zo? Ik ga hem even halen, denk ik. Dat was echt pissen. Rut, ik zeg je heel eerlijk. We hebben net even lekker gescheten. We zijn even terug bij zinnen. En ik merk gewoon een paar dingen. Ja? Rut. We gaan hier, moet ook hier weg. Ja, klopt, 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 klopt. We gaan hier weg. Rut, ik heb echt slecht nieuws. We moeten nog twee dingen doen. Nog een keer langs de McDrive. Balsamico dressing, die hebben ze niet. Een doppel cheeseburger. Oh, dus een dubbel. McWrap, chicken McPlant, filet of fish, chicken burger, cheeseburger McRib, hamburger royal. Niet uitverkauft. Oké, wacht, ik maak even een lijstje. Er staat er iemand achter me. Ik ga er even doorheen rijden en dan geef jij even de dingen op die ik zeg, ja? Zullen we dat doen? Ja. Zeg even let's go, om even een beetje energie. Let's go! Yes! Woehoe! Yes. Yeah! Woehoe! Schrijf op, daar gaan we! Apfelschorlen. Oh mijn god, we kunnen een biertje bestellen. Twee bier. Want ik mag wel één biertje, want dan mag ik nog rijden. Een bio McFreezy. Serieus, gewoon. Ja, een bio McFreezy. McRib heb ik gezegd, hamburger royal. Grand barbecue kezen. Oh mijn god, de McMilkshake. En de Nets kartoffelen. McMilkshake en Nets kartoffelen. En dat is hetzelfde als een milkshake, behol. De Mac milkshake. Ja, dat is gewoon een milkshake. Kan jij het alsjeblieft, mijn Duits is een beetje... Is goed, ik ga het doen. Ja? Ja. Vet! Hallo, einmal de royal cheese. Wat? Royal cheese. Royal cheese. In menu oder einzeln? Einmal. Einmal. Ja. Einmal McRib. McRib, ja. Einmal Apfelschorle. Wat? Een Apfelschorle? Apfelschorle? Ja. Ja, schorle, ja. Zweimal Bier. Red Bull. Bier? Bier? Red Bull. Oh, Red Bull. Bier, zweimal toch? Red Bull. Haben Sie keine Bier? Doch. Kein Bier? No, Bier, nein. Oh, Bier, nein. McFreezy. Ja. Ein Grand Barbecue Käse. Nu de Einzel. Einzel. Ja. En een net kartoffel. Ja. Dat is mooi uitgesproken. En that's it. Dat was? Dat was. En dat is een eerste. Dankeschön. Ze hebben dus geen bier. Er staat op bier op de fucking bord. Dat zag je toch ook, of niet? Het leek me al heel sterk. Maar je zag het toch ook op dat bord, of niet? Nee, ik heb niet meegekeken. Ik ga je zo even laten zien. Dan gaan we nog één keer even doorheen. We komen nooit meer van ons leven in de parkeerplaats af, heb ik het gevoel. Nou, wat heb je in je tas? Zal ik mensen even laten zien hoe de parkeerplaats eruit ziet? Ja. Ga jij maar even naar buiten, dan wil ik hem even zien. Dit is waar we tegenaan kijken. Is dit nou zo erg? Laat het weten. Ik heb het gevoel dat Indy niet tegen mij zegt, sta nou gewoon op en laat het gewoon even goed zien. Dan doe ik dat. Kijk daar, vet, de McDrive. Moet je niet zo ronden? Nou, dit is gewoon een waanzinnig plekje hoor. Rut, hoe benieuwd ben jij? Ik was benieuwd. Vorige keer deed je trouwens nog je shirt uit en zo. Voel je je daar nu te groot voor? Dat vond mijn vriendin niet leuk. Nee, die vond het raar een beetje. Yo. Ja, klapte er ook wel. Wat zei ze erover dan? Gewoon raar zien met McDrive zonder shirt of niet zo netjes. Nu lekker ook. Ik had geen zin in je. Nee, dat kan je niet doen. Nee, we moeten het Duitse menu bestellen. Dat is de schel. Goed zo, ja, ja. Eerlijk, dit is best wel lekker, toch? Van dat, maar een andere vorm. Ah, wil je de McRib? Nee, eet jij niet meer op. Laat me even zien hoe je dat opeet. Oh, dat is iets meer. Schat voor de gat, voor de gat, voor. Maat. En die moet je opeten, hoor, bij die chill. Maat, moet je kijken. Gadverdamme. En wat eet jij dan op? Die kees. Ja, donder staan in elkaar, die kees dingen. Dit is die kees, nee, maat. Nee, dit is die andere. Wat bedoel je? Die oh, jij bedoelt deze. Nee, die wil ik ook niet. Dit is de royal keizer. Nee, ik dacht dat ik gewoon kaasvlees had. Ik wil het allemaal niet. Ja, Rut, wie aanzicht moet ik B zeggen? Ik heb geen aangezegd. Jawel, jij wilde het erin. Gezegd. Jij wilde erin, Frank. Nee, we moesten alles voor de Duitse Mac bestellen. Dat hebben we gedaan, we hebben het besteld. En nu moeten we het ook even... Ik wil minimaal dat je één hapje neemt. Je neemt één hapje. Je neemt één hapje. Ik neem ook één hapje van dit ding. Nee, jij eet hem op. Nou, dan eet je ook dit ding op. Nee. Ik doe concessies, jij doet concessies. Jij eet hem helemaal op. Doe jij doet helemaal geen concessies in deze video. Nee. Het enige wat je doet is... Mijn grootste concessie is dat ik hier ben. Eerlijk, is best wel gezellig. Vind je de McRib? Eerlijk? Dat is wel lekker. Ja, zie je, dat is zo slecht nog niet. Hij ziet er wel heel lekker uit, hè? Nee. Nee, maar dit ziet er wel lekker uit, wil je zeggen. Meester, je hebt een hap genomen. Je kan toch even oordelen uit een hapje? Kom op, die zijn zagrijnig. Neem één hap. Dat is het minste wat je kan doen. Je hebt echt gelijk. Je hebt ook echt gelijk. En? Zout. Ik vind deze ook niet lekker. Wil je een hapje proberen? Kanonnen.
kanonnen, moet je kijken. Het lijkt niet op een burger. Die Duitsers, joh, steenpiesgaar. Nee. Jawel! Nee, nee, het zou jou sieren, want jij staat. Je bent echt verkeerd bij mij bezig geweest vandaag om deze nu op te eten. Dan vergeef ik je voor alles. Opeten, dat kan ik gewoon fysiek niet. Geef me een opdracht die ik wel kan uitvoeren. Eet gewoon op dat ding, man. Proef eerst, en dan kun je een beetje zeker of je hem aan kan. Die uitjes ook erop en die slaap! Eens kijken wat een machtig ding, joh. Kan toch niet? Nu kijken wat een knoepert van een burger. Dat geloof je toch niet? Duitse Mac. Had je dat verwacht dat Duitse Mac zoveel verrassing heeft? Ja, vet, man. Nee, hè? Dat zou je echt sieren als je me de volgende keer gewoon echt gaat verrassen met iets. Kijk, de eerste keer Mac vond ik nog leuk. Nee, maar wacht nou! Ik vertelde je gewoon wat ik kon verwachten. Je wist alleen niet dat het een twist was dat we alle Duitse gerechten gingen bestellen. Nee, en dat jij gewoon de hele weg hier naartoe zegt van ja, maar straks gaat dit nog gebeuren, straks gaat dit nog gebeuren. En dan zeg ik echt zo, dan zeg je nee. Nee. Ja, maar kijk. Eet nou! Dit is echt niet lekker. Dat is dus dames niet en heren, bedankt voor het kijken. Nee, deze geweldige video. We gingen naar de Duitse Mac voor jullie, zodat jullie gewoon op de bank kunnen blijven zitten. We hebben alle Duitse gerechten besteld. Nee, niet doen, niet doen. Niet doen. Nee, echt niet doen. Luister, als ik nu geen slokje neem, is het dan volledig goed tussen ons? Ja. Dus als ik nu geen slokje neem, dan verandert jouw houding. En dan is het gewoon helemaal goed en dan vergeef je me dat ik je mee heb genomen naar Duitsland. Weet je wat, neem lekker een slok, Frank. Neem lekker een waarom slok. Wil je me niet vergeven? Omdat je hebt gewoon echt zo ontiegelijk veel tijd van mij genomen. En het enige wat ik voor teruggekregen is een gratis Big Mac menu. Nee. Toch? Nee. Wat dan? Grote koffie. Grote koffie, sorry. Mijn fout. En? Milkshake. En een McWrap. En je mocht van mij van de Royal Kees, mocht je ook nog een hapje. Die burger was zo zout. Echt zonder grap. Dan moet je voor de grap een hap nemen. De Royal Kees. De Duitse Royal Kees. Oh, heel droog, hoor. Maar mensen, dit voor je lol bestellen. Dames en heren. Nee! Dat ga je wel eerlijk zeggen. Als jouw houding niet verandert, dan kom je echt niet ver in het leven. Je moet echt wat doen aan die houding van je. Kijk, ik doe echt mijn best om wat te verzinnen, hè, voor jou op zo'n dag. Mm-hmm. En ik neem je mee naar Duitsland. Yep. En ik trek ook de portemonnee, hè. Ik ben niet bang om wat uit te geven. Piertiertjes. Dit is ongelooflijk. Mensen, vonden jullie dit een leuke video? Like dan vooral en vergeet niet te abonneren. En Rutte, jij ook bedankt. Ga je mee terug? Ja. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Waarschijnlijk ben je niet tot dit punt gekomen dat het zo'n video is. Het is gewoon saai. Het concept is slecht. Frank heeft geen enkel idee wat hij doet. Hij nodigt mensen uit en denkt van nou, die mensen die doen het wel voor me. Maar zo zit het niet in elkaar. Alsnog bedankt. Volg mij. Koop iets van me, want het levert mij. Oh, ik heb je trui nog. Die ligt hier ook nog. Koop wat van mij. Dr. Rutger. Ga je daar nog wat mee doen? Nee. Jij gaat er niks mee doen. Die zijn niet meer te bestellen. Wel, dat wel. Russo-shop.nl. Koop jouw trui. Alleen de L's nog beschikbaar. Mensen. Bedankt voor het kijken. Rutger, bedankt. Het was waanzinnig. We hebben alles besteld van de Duitse Mac. Willen jullie dat Rutger en ik eventueel naar de Franse Mac gaan? Of de Belgische Mac? Of de Tsjechische Mac? Laat het dan vooral even weten in de comments. We kunnen ook naar de Engelse Mac. We kunnen alle kanten op. Laat het even weten in de comments als jullie dat willen. Rut, bedankt. Ik vond het gezellig. En ik weet dat jij diep van binnen het ook leuk vond. Mensen, bedankt. Nee, dat is de verkeerde lul. Vergroeten!